Van harte welkom bij de tweede Alles over Helmond. Met vandaag onder andere: trouwen in Helmond wordt goedkoper, flats gaan tegen de vlakte en we gingen kijken en luisteren bij de seniorenharmonie. Ruim 300 met ontslag bedreigde werknemers en werklozen met behulp van begeleiding duurzaam te laten instromen in een kansrijk beroep in de regio. Dat is het doel van het sectorplan dat onlangs in een samenwerking tussen werkgeversvereniging BZW, FNV, de Unie, gemeente Helmond, Adlandgroep en het werkgeversplein regio Helmond is aangevraagd en toegekend door het ministerie van SZW. Het werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond de Peel gaat uitvoering geven aan dit plan. Het gaat overwegend om werk-naar-werk trajecten en trajecten vanuit de WW naar werk. Er wordt specifiek toegeleid naar die sectoren en beroepen waar mogelijkheden liggen. Het dit jaar gesloten wijkhuis De Terp in Helmond-Noord heeft een nieuwe huurder, Care Extra. Dit schrijft het Eindhovens Dagblad. De Helmondse zorginstelling verlaat de locatie aan het badhuis aan de Pastoor van Leeuwenstraat. En rond 1 juni is de verhuizing compleet. Care Extra brengt in de Terp vormen van dagbesteding en kantoorfuncties onder. Care Extra begeleidt personen met langdurige psychiatrische dan wel verstandelijke beperkingen en dat doet ze voor zowel kinderen vanaf 6 jaar als voor volwassenen. Dat gebeurt door hulp aan huis, in groepen, met sportactiviteiten en begeleid wonen. In de Terp komt onder meer een schoonheidssalon voor minima. Wanneer je vanuit de Bakelse dijk richting het kanaal rijdt, kijk je in de verte al tegen de 3 witte flats van Jeruzalem. Nou ja, wit. De naam van deze huizen in de volksmond was Jeruzalem, omdat deze wijk van volksbelang uit witte huizen bestond. 3 flats gaan tegen de vlakte en er komen mooie eengezinswoningen voor in de plaats. In 2 flats wonen nog enkele mensen, maar die verhuizen binnenkort, zodat ook die panden tegen de vlakte kunnen. Wanneer met de bouw van de 11 woningen wordt gestart, is nog niet helemaal bekend. We staan vandaag bij de Jeruzalem Flats. Vandaag is de grote dag aangebroken dat het eerste blok van de 3 blokken die hier staan wordt afgebroken. De flats dateren uit 1950 en vandaag is begonnen met de sloop. We hebben enige tijd geleden alle bewoners bezocht en uitgelegd dat we ze gaan slopen. Dit gaf diverse reacties. De een was ook echt toe aan een nieuwe stap, dus was blij met het bericht. Maar ook bewoners vonden het ontzettend jammer, omdat ze hier met heel veel plezier hebben gewoond. Inmiddels is iedereen uitgeplaatst en heeft een nieuwe woning gevonden of gekregen. Vandaag gaat het eerste blok plat en we staan hier bij de sloop. We hebben een uitgebreide studie verricht op de appartementen om te kijken of we ze nog konden renoveren. Helaas was de kwaliteit niet meer van die aard en waren ze echt niet van deze tijd dat dat nog lukte. Vandaar dat we hebben moeten besluiten om ze te slopen. De andere 2 blokken die er nog staan, die gaan binnenkort ook plat. Daarvan is de sloopdatum nu nog onbekend, maar het zal kort hierop volgen. Op de plek van de appartementen van de Rembrandtlaan komt nieuwbouw. Er is gekozen voor 11 moderne eengezinswoningen. Die komen hier in één rij te staan met een moderne uitstraling. En ook weer met dit prachtige uitzicht wat deze appartementen ook altijd hadden op de Braak. Veel groen en toch een levendige hoek. Wij kijken nu naar de tekening van de 11 sociale eengezinswoningen die op deze plek gebouwd gaan worden. Het is één lange rij. Heel opvallend in de voorgevel is dat er 3 woningen zijn die er iets naar voren uitspringen. Deze woningen zijn ook ietsje groter dan de andere types. Maar over het algemeen zijn ze vrij gelijk. Alle woningen hebben 3 slaapkamers boven en een vaste trap naar de zolder. Een mooie achtertuin met daarin ook een berging die bereikbaar is via de brandgang aan de achterzijde. De naheffing van 12,7 miljoen euro die de gemeente Helmond samen met andere Brabantse gemeenten aan afvalverwerker Attero moesten betalen, is van de baan. Het Nederlands Arbitrage Instituut heeft in januari bepaald dat de claim onterecht was.
Attero vond dat er volgens het contract over de jaren 2011 tot en met 2014 te weinig huishoudelijk afval door de gemeente bij hen was aangeleverd. En dat tekort ontstond volgens het gemeentebestuur van Eindhoven omdat de gemeente het scheiden van afval te goed hadden gedaan. Hoewel de uitspraak in de arbitragezaak bindend was, heeft Attero de uitspraak nog steeds in beraad. Samen met 9 andere gemeenten uit de Brainport regio Eindhoven doet Helmond ook dit jaar weer mee aan de talentenjacht Jouw slimste idee. Het thema van deze nieuwe editie is beroemde uitvindingen van kinderen. Veel producten die we nu nog gebruiken zijn namelijk uitgevonden door kinderen. En de televisie is denk ik wel de allerbekendste. Maar Louis Braille was ook pas 12 toen hij het blindenschrift uitvond. Alle kinderen die een slimme uitvinding inzenden bij Jouw slimste idee hebben nu de kans om net zo beroemd te worden als al die eerdere. Helmond roept alle kinderen tot en met 12 jaar daarom op om met een slim idee te komen. Kinderen kunnen hun ideeën presenteren op een speciale website. www.jouwslimsteidee.nl. Burgemeester Ellie Blanksma heeft deze week maar liefst 2 drugspanden in de stad gesloten. Het gaat om een huis aan de Jan Olieslagerstraat en om een bedrijfspand aan het Hof Bruheze. Het pand aan de Olieslagerstraat werd dinsdag 8 maart voor de duur van 3 maanden gesloten nadat er drugs werden gevonden. De huurder van het huis werd een tijd lang door de recherche in de gaten gehouden. Dat onderzoek leidde uiteindelijk tot sluiting. Het huis is verzegeld en daarmee verboden terrein. Het andere pand, het bedrijfspand, gaat een half jaar op slot wegens de vondst van een hennepkwekerij. Vanaf maandag 14 maart vinden werkzaamheden plaats aan de verharding in een gedeelte van de Hoortse Dijk. Dit gedeelte van de Hoortse Dijk tussen de Dorpsstraat en de Schotense Dreef wordt geasfalteerd. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 22 april. Ook wordt de opstelstrook verlengd voor verkeer dat vanaf de Hoortse Dijk rechtsaf slaat naar de President Rooseveltlaan. Dit zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer. Daarnaast wordt het fietspad tussen de Zwertpoellaan en de Dorpsstraat aan de zijde van de Zwertpoellaan geasfalteerd. Heeft u een laag inkomen? Komt u moeilijk rond? Dan is deelname aan het geldplan Beter Rondkomen van Startpunt Geldzaken wellicht iets voor u. Het Startpunt Geldzaken helpt u op weg om uw persoonlijke geldzaken in balans te brengen en te houden. Zo geeft het geldplan Beter Rondkomen tips om te besparen en om extra inkomsten te verkrijgen. U kunt gratis gebruik maken van dit startpunt. Uw deelname is anoniem. En meer informatie vindt u op http://helmond.startpuntgeldzaken.nl. Wilt u meer weten over gemeentelijke regelingen en andere Helmondse voorzieningen en organisaties die u mogelijk kunnen ondersteunen? Kijk dan op de gewone website www.helmond.nl/minima. Heeft u vragen of wilt u uw ervaring delen? Heeft u een idee of een initiatief, maar u weet nog niet hoe u dit moet aanpakken? Meld u zich dan aan voor een gesprek met wethouder Van der Zanden, De Leeuw, De Vries, Stine, Smulders of Van Bree. Het eerstvolgende maandelijkse spreker van de wethouders Van der Zanden, De Leeuw en De Vries vindt plaats op 24 maart tussen 11 en 12 uur bij bibliotheek Helmond Peel aan de Watermolenwal nummer 11. Met wethouder Van der Zanden kunt u in gesprek over zorg, onder andere de WMO, armoede of ouderen. En wilt u praten over jeugd, onderwijs of gezondheid? Meld u zich dan aan voor een gesprek met wethouder De Leeuw. Gaat het om mobiliteit, beheer en onderhoud, groen, wijkgericht werken en toerisme en recreatie? Dan kunt u terecht bij wethouder De Vries. Op www.helmond.nl leest u daarover meer. 30% meer winkeldiefstallen, 12% meer zedenmisdrijven, 20% meer diefstallen van motorvoertuigen en 8% meer bedreigingen in 5 jaar tijd. Dat zijn de keiharde en verontrustende misdaadcijfers van Helmond. Hiermee komt Helmond hoog in de AD-misdaadmeter en de verwachting is dat we nog zullen stijgen in deze lijst. Een aanvalsplan is nodig om Helmond weer veilig te maken en dat wordt nu voorbereid. Helmond gaat dus in de aanval. Wat dat precies gaat inhouden wordt pas in april bekendgemaakt. Wel is al aangekondigd dat er meer aandacht komt voor woninginbraken, 15% toename, en straatroven, 36% toename in 1 jaar tijd. Alles wordt duurder, maar bij het trouwen in de gemeente Helmond gaan de prijzen op de schop. Vooral wanneer je op een exotische plek het jaarwoord wilt geven. In je eigen tuin, een zaaltje achteraf, de bioscoop,
Binnenkort gaat dat geen 924, maar slechts 500 euro kosten. Een prikkie dus voor een huwelijk op een onofficiële locatie. Zo meldt het Eindhovens Dagblad. En als alles meezit, dan gaat het nieuwe tarief in per 1 juni 2016. Er zit overigens wel een filosofie achter deze prijsverlaging. De gemeente Helmond hoopt trouwlustige stellen te bewegen om binnen de gemeentegrenzen te trouwen in plaats van op aardige plekjes in andere gemeenten. In principe zijn alle plekken in Helmond toegestaan, met uitzondering van religieuze gebouwen zoals kerken, moskeeën en de Koninkrijkzaal van Jehova's. Wie op zaterdag wil trouwen, betaalt een toeslag van 150 euro. Het tarief om te huwen op de normale locaties blijft gehandhaafd en dat is 353 euro, met wederom een zaterdagtoeslag van 150 euro. En voor dit geld kunnen inwoners terecht op 10 plekken, waaronder het kasteel, de kasteelpoort, de bibliotheek, theaterspeelhuis, de Warande en Hotel Westende. Het is vandaag een hele mooie dag. Weet u wat voor dag het is? Het is Vrouwendag. Inderdaad. En merkt u er iets van Vrouwendag? Nee. Helemaal niks. U merkt... Nog niet. Nog niet. Nee, nou, misschien... Nee, dat klopt inderdaad. Denkt u dat het nodig is, zo'n Vrouwendag? Speciaal voor vrouwen? Voor sommigen wel, ja. Ik denk dat het voor sommigen heel nuttig kan zijn als ze wat aandacht krijgen of wat verbetering in de situatie. Ja, dat geloof ik wel, ja. Ja, wel ergens meegekregen, maar niet zozeer mee bezig geweest. Nee, je bent er nog niet mee bezig geweest. Denk je dat, dat zo'n dag nodig is? Nou, ik denk dat heel veel mensen het ook gewoon niet weten dat het is, eigenlijk. En als mensen het wel zouden weten, wat zouden ze ermee opschieten met zo'n Nationale Vrouwendag? Ja, ik denk dat een paar vrouwen echt hopen een beetje verwend te worden. Maar veel vrouwen zullen ook denken van ja, een beetje overbodig. Een beetje wel, ja. En hoe bent u ermee bezig? Ik heb kennis op Facebook, dames, die hele kritische stukken geplaatst hebben. Positief over vrouwen. En daar heb ik op gereageerd. En waar gingen die stukken over? Dat was een klassieke zangeres die in Nederland woont en die maakt ons attent op de rol van vrouwen, onder andere in het vluchtelingenprobleem en in Zuid-Amerikaanse landen. Nou ja, als mensen zich realiseren dat ze een betere keuze kunnen maken of op een andere manier een beter leven kunnen gaan leiden, dan denk ik dat dat goed is, ja. Ja, en het gaat ook over emancipatie. Voelt u zich als vrouw af en toe nog steeds achtergesteld ten opzichte van mannen? Nou, ik persoonlijk niet, maar er zijn er genoeg die dat wel hebben, ja. Ja, en is dat dan in de werksfeer of is dat ook gewoon qua relatie? Ja, maar ook in de relatie, maar ook in de werksfeer inderdaad. Ze krijgen toch niet altijd de kansen die ze zouden krijgen als ze man waren geweest. Bent u al extra in het zonnetje gezet vandaag? Nee. Nog niet? Verwacht u dat wel, dat gaat gebeuren vandaag nog? Nee, dat denk ik ook niet, nee. Vindt u dat jammer? Nee, eigenlijk niet. Nee. Waarom vind je het overbodig? Nou, ik denk sowieso dat niemand er echt veel aandacht aan schenkt. Dus dan is het ook nog... aan de ene kant is dat natuurlijk ook wel zonde. Ja, want zou dat niet moeten eigenlijk? Want ja, nog steeds krijgen vrouwen bijvoorbeeld minder betaald. En zijn ze... Ja, 50% is nog afhankelijk van het inkomen van de man. Is dat niet vreemd in deze tijd? Ja, ik vind het zelf een beetje onzin eigenlijk. Want sowieso in deze tijd vind ik gewoon dat vrouwen die mogen niet ondergesteld worden aan mannen. Dus ja, daar vind ik wel dat ze dan aan dat onderwerp wel aandacht moeten schenken. Ja, dus eigenlijk is zo'n dag toch wel een beetje goed? Of zou het gewoon iedere dag Vrouwendag moeten zijn? Nee, wel even een paar keer dat er echt aandacht aan geschonken wordt. En dan moet het gewoon normaal zijn. Ja. Denk je dat zo'n dag nodig is? Want je bent jong. Zijn vrouwen van nu niet net zo, hebben die niet net zoveel rechten als dat jij hebt als jongen? Ja, sowieso. Dat is al heel lang. Maar ik denk niet dat er een speciale dag voor nodig is. Ik bedoel, ik denk niet dat veel mensen dat weten. Nee, dus je denkt niet dat er een dag voor nodig is. Maar toch verdienen vrouwen bijvoorbeeld nog steeds minder geld. Hoe komt dat dan volgens jou? Ik denk dat gewoon vanuit vroeger gewoon langzaamaan aan het verdwijnen is. Maar dat nog steeds wel aanwezig is, zeg maar. En is dat dan vooral bij de oudere generatie zo? Ik denk het wel, ja. Dus jij denkt dat jonge vrouwen gewoon eigenlijk net zoveel rechten hebben? Ja, natuurlijk. Ja, dus zo'n dag is nutteloos. Ja, een dag voor verzenden vind ik een beetje te, maar... Een week? Nou ja, gewoon helemaal niet. Vrouwen emanciperen steeds meer vrouwen werken. En de kinderen gaan steeds eerder naar kinderdagverblijven toe. Wat vindt u van dat verschijnsel? Ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik ben zelf een ouder werd ook minder gaan werken. Dat mijn vrouw gezamenlijk kunnen werken eigenlijk. Dus
Dat is mijn idee erachter, om toch meer gezamenlijk voor de kinderen te zorgen. Ja, dus de rollen eigenlijk beter verdelen, dat is wat u zegt? Ja, als dat mogelijk is in het werk, ja, dat zal wel beter zijn. En als het nou niet mogelijk is, als dat financieel niet op te brengen is, wat moeten gezinnen dan doen? Dan moeten de mensen door een keuze in maken wat ze wel willen. Met het financiële gedeelte en ook met het werken natuurlijk. Ja, want hoe was dat vroeger in uw tijd? Vrouwen, gingen die werken als ze kinderen hadden? Meestal niet, maar dus, ja, dat is toch wel iets veranderd in die tijd. Dus, ja. Dus eigenlijk gewoon beter over nadenken wanneer je kinderen neemt. Ja, dat is het belangrijkste natuurlijk. Hè? Ja. Heel goed over nadenken of je kinderen neemt. Op zaterdag 5 maart waren er in Stiphout officiële wedstrijden voor speciaal opgeleide honden. Politiehonden, hulphonden, honden die ingezet worden bij rampen, etc. Alles behalve drugshonden. De weg naar de trein was onbegaanbaar en bijna onbereikbaar zonder leaslazer. Maar verder was het een lust om te zien hoe trouw de viervoeters hun baasje zijn. U bent vandaag te gast bij PHV, de politiehondenvereniging De Held in het Veld in Stiphout. Wij leiden hier honden op voor het zoekhondenprogramma, het speurhondenprogramma van de KNPV. De honden worden hier opgeleid in onder andere behendigheid, in socialisatie, maar ook gedeeltelijk als reddingshonden. Dat betekent dat ze een hele opleiding krijgen van ongeveer 2 jaar, waarna de honden veelal worden doorverkocht aan de politie, aan de douane, aan beveiligingsbedrijven, om te kunnen zoeken naar slachtoffers of naar drugs, of naar verloren voorwerpen die verdwenen zijn. Het is een heel diverse opleiding waar we met z'n allen als vereniging de honden in opleiden. De honden worden door de leden, door de beoefenaars van deze sport, zelf gekocht, als pup opgeleid tot een volwassen hond, waarna ze veelal door de politie worden gekocht, omdat het voor de politie niet doenlijk is een hond op te leiden. Die opleiding duurt namelijk ongeveer 2 jaar en dat wordt te duur voor de diverse mensen om dat te doen. De opleiding van deze honden duurt ongeveer 2 jaar en in de wereld van de KNPV zijn er 9 certificaten te behalen. Het eerste diploma is een basiscertificaat. Dat moet je zien als een soort rijbewijs. Waarna daarna specificaties komen en de oefeningen steeds moeilijker worden. Zodat het niveau ook steeds hoger wordt. Dat betekent ook dat veelal onze honden gescout worden op wedstrijden. Of ook wel tijdens het trainen. Omdat de politie graag gebruik maakt van de opleidingen van de Nederlandse politiehonden. Dat is trouwens de enige ter wereld waar burgers politiehonden mogen opleiden. Normaal gesproken wordt het door eigen mensen in andere landen gedaan, maar de Nederlandse mensen mogen de politiehonden opleiden als burger. Dat is uniek in de wereld. Ze gaan ook heel vaak naar buitenland. Turkije gaan ze veel heen. De olielanden worden ze heel veel verkocht. Ook de bergen is wat moeilijker, want daar kunnen wij onze honden niet echt op trainen. Maar ze worden heel veel gebruikt, ook op Schiphol. Met name de rustige honden die door zittend te verwijzen aangeven dat ze iets gevonden hebben. Ook explosieve honden kunnen dat. Die moeten dat heel rustig doen om te voorkomen dat ze door het blaffen een explosief tot ontlading brengen. Als je denkt dat handbal een sport is voor watjes, dan heb je het mis. Het kan er erg hard aan toe gaan. Daarnaast is het ook een snel groeiende sport in Nederland voor heren. Op zaterdag 5 maart moest Zwift Heeren B thuis tegen Tremech met nog een paar wedstrijden te spelen en het kampioenschap in zicht. De eindstand was 26-20, gewonnen dus. Dit houdt in dat ze zonder meer kampioen worden in hun klasse. Gefeliciteerd mannen. Een spannende middag hier vanmiddag in de VK Sporthal. Ja, nou het is in zoverre spannend dat het leuk is als we hier thuis winnen. Maar bedoel, zouden we vandaag verliezen dan hebben we nog 3 wedstrijden om kampioen te worden, want we hoeven eigenlijk maar 1 puntje te pakken van alle 4 de tegenstanders dus. Want voor wie zijn we hier? We zijn hier voor de jongens B van Zwift Helmond. En die hebben er het hele seizoen keihard voor gewerkt om zover te komen. Dus ja,
Ja, want hoe is dat zo gegaan? Hoe is dat zo gegaan? Nou, ik heb Daan, die jongen die daar interviewt, die heb ik bijvoorbeeld al 6 jaar heb ik die gecoacht en getraind en een paar jongens meer. Dus wat we zijn is gewoon een heel hecht team. Er zitten wel een paar ouderen bij die komen en die gaan in dit team, maar de basis is dat dan ook wel een stuk of 6 jongens die al heel lang bij elkaar zijn en die voor elkaar willen werken. Dus, en hoe komt het dan dat het dit seizoen juist zo goed gaat? Het ging vorig seizoen ook al goed. Maar denk goede trainingen. We hebben nou een hele fijne trainer en een hele goede coach. Ja? Nee, grapje. Handbal is eigenlijk niet zo'n hele populaire sport. Hoe komt dat? Nou, het wordt wel steeds populairder. Het Nederlands damesteam heeft heel goed gepresteerd op het WK. Maar ik denk vooral bij de jongens, omdat heel veel mensen denken dat het een mietjesport is of zo. Maar eigenlijk, als je daar ziet, is het echt wel het tegenovergestelde. Nou is het kampioenschap heel dichtbij. Ja. En wat is het volgende doel? Het volgende doel is, ja, voor mij is het doel om... Vandaag doet weer een jongen van mijn team doet mee met de heren. Heren 1. En dat is mijn doel, om ze zo ver mogelijk te brengen eigenlijk. Ja, en verder kun je met een team geen doelen hebben, want ja, in de jeugd verandert gewoon een team elk jaar. Dus, maar mijn team is gewoon om de jongens individueel zo goed mogelijk, zo ver mogelijk te laten komen. Dat is mijn doel. Wat maakt handbal nou zo leuk? Nou, het is een snelle en effectieve sport zo. En het blijft altijd iets gebeuren. Dus. Ik begreep dat jij wel een van de talenten bent. Hoe ga je daarmee om? Nou, het is niet echt dat ik daar iets anders bij voel of zo. Ik blijf gewoon handballen zoals ik zelf fijn vind om te handballen. En dat is fijn als andere mensen mij als talent beschouwen. Zo. Maar wil je wel verder? Ja, zeker. Ja, wat is jouw doel? Ja, mijn doel is natuurlijk om later een Nederlands handbalteam te kunnen handballen. Zit dat erin? Dat weet ik niet, moet je niet aan mij vragen. Ieder weekend valt er in de Gavioli-zaal wel iets te beleven en je kunt er altijd gratis binnen. We gingen er kijken en luisteren naar de Helmondse Seniorharmonie. Een club muzikanten waarvan de jongste 52 jaar is en de oudste boven de 80. Een uitgebreid harmonieorkest met een zeer grote muzikale bezetting. Mensen beginnen er langzaam aan te wennen dat ze daar op zondag terecht kunnen als ze zich vervelen. Dat was ook duidelijk merkbaar, want het was zo druk dat niet iedereen een zitplaats had. We zijn hier in de Gavioli-zaal. Ik ben de dirigent van de Seniorenharmonie. Wij treden regelmatig op in Helmond en het is een hele leuke locatie om op te treden, afwisselend met muziek van de draaiorgels. Wij repeteren op woensdagmorgen om 9:30. In de Azalia-lijn. We hebben best wel een grote bezetting, veel verschillende instrumenten. En er mogen nog steeds leden bij komen. De meeste leden die bij de Seniorenharmonie zijn, die hebben al ooit vaker gespeeld. Of ze spelen nog bij een harmonie. Maar het belangrijkste is, ze moeten wel zondag op de woensdagmorgen vrij zijn. En als ze ooit in het verleden gespeeld hebben en het op willen pakken, dat kan ook. Dan kunnen ze ook weer les van iemand krijgen dat ze het gauw genoeg weer kennen. Behalve hier in de Gavioli-zaal, waar we heel graag spelen, hebben we ook heel veel andere leuke activiteiten. Zoals om de 2 jaar hebben we het themaconcert. Afgelopen jaar hebben we themaconcerten Amerika gehad.
En toen hebben we solisten erbij gehad, zangers. En we hebben een dansgroep erbij gehad. Dus om de 2 jaar hebben we een ander thema. Ook om de 2 jaar hebben we een uitwisseling met een Belgisch gezelschap. Regionaal harmonieorkest. Dat is ook heel leuk om te doen. En natuurlijk doen we ook op het karat spelen. En zo zijn er verschillende leuke activiteiten die wij met de seniorenharmonie hebben. Toneelclub De Opkamercomedianten uit Stiphout had deze week maar liefst 3 optredens in zaal De Smet in Stiphout. Met het stuk Verhuizingen en andere ongemakken. Een klucht met 11 spelers. Voordat zij een stuk uitzoeken, wordt er een tal van stukken eerst doorgelezen of ze wel bij hun passen. Altijd moeilijk, omdat de meeste toneelstukken maar voor 5 of 6 personen zijn. De spelers waren zeer tevreden over de opkomst. We konden het niet laten even de stemoefeningen te filmen. Zal ik dan beginnen met de stemoefeningen? Doe maar. Wel, hè? Ja. We beginnen even met de zet. Dus je ademt uit in een zet, zonder kracht. Pik in de kippen. De kapitein van de pakketboot. Dat die boete doet in boetetijd. We hebben de afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met de repetities voor onze nieuwe voorstelling. Dat is een verhuizing en andere ongemakken. Marij Hendricks van onze vereniging die regisseert dit jaar. Dat heeft ze onder andere vorig jaar ook gedaan. En we zijn er nu druk mee bezig. We zitten op dit moment midden in de voorstellingen. Vandaar dat ik ook al helemaal in de griem zit voor... Het stuk Een verhuizing en andere ongemakken, dat is een geschreven stuk door Karel Slotboom. We hebben het stuk besteld bij een toneeluitgeverij, dat doen we eigenlijk ieder jaar. We krijgen eerst een zichtzending wat we uitgekozen hebben aan stukken die we graag willen bekijken. Om te zien of het geschikt is voor ons, of het leuk is voor ons publiek. Vervolgens kiezen we een stuk, dan bestellen we dat stuk in een aantal boekjes. En daar betalen we dan natuurlijk ook meteen de opvoerrechten bij. Want ook de schrijver moet er natuurlijk wat aan verdienen en een uitgeverij. En dat gaat naar het aantal uitvoeringen en naar het aantal bezoekers wat er dan is. Hoe dat volgend jaar zal gaan, dat wordt nog, moeten we nog even uitzoeken. Want we hebben voor volgend jaar zelf een stuk geschreven. Dus voor het eerst hebben we met 3 man gedaan. Dat is een hele belevenis. Het is ook vrij... lastig eigenlijk om een hele verhaallijn te bedenken. Dus we zijn heel nieuwsgierig hoe dat gaat vallen. En misschien kunnen we dan zelf opvoerrechten gaan vragen aan andere verenigingen die dat stuk misschien willen gaan spelen. Op zaterdag 12 maart organiseert werkgroep Vrijwilligers Helmond West in samenwerking met woningbouwvereniging Wooncom en de gemeente Helmond weer een wijkschoonmaakactie. Op het plein voor de kerk komt 1 of meerdere containers te staan waar u uw overbodige spullen in kunt deponeren. Start 10 uur. Tienduizenden verschillende lampjes toveren Mierlohout om tot een klein Disneyland tijdens de 7e editie van Wooden Light Parade. Op zaterdag 12 maart vanaf 7:30 veranderden diverse lampjes van de wagens, groepen en individuen de Houtse Parallelweg en de Hoofdstraat een paar uur lang in een sprookjesdorp. Entree €2,50 per persoon. Kinderen tot 4 jaar gratis. Zanggroep Aventurino geeft op zondag 13 maart een voorjaarsconcert in wijkgebouw De Zonnesteen. Aanvang 12 uur en de toegang is gratis.
Zondag 13 maart rijdt Tourclub TC81 de Antonius Wielertocht. Een afstand van 55 kilometer. De start is om 9:30 aan de Gijsendorferstraat. Gastrijders zijn altijd welkom en een volg materiaalwagen is aanwezig. Op zondag 13 maart van 10 tot 4 uur vindt er in het TOV-gebouw weer een gezellige Crea-beurs plaats. De entree is €1,50. Op woensdag 16 maart is Deurnenaar Bert Beulens te gast in Kunstlokaal 42. Hij zal spreken over 100 jaar Toon Kortooms. Wie was deze man? Wat schreef hij? Was het literatuur of lectuur? Deze en vele andere zaken zullen 16 maart de revue passeren in woord en beeld. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het TOV-gebouw wordt er op zaterdagavond 19 maart een feestavond georganiseerd. Een knalavond met deelname aan de Helmondse versie van Ik hou van Holland door Meet en Greet. Live muziek gebracht door de Velles, een verlichte disco, dansvloer, hapjes en drankjes. Kaarten zijn te koop bij het TOV-gebouw. Hou het Helmonds houdt op zaterdag 19 maart in wijkhuis De Vonkel het jaarlijks Zevertheater. Tijdens de avond, die om 8 uur begint, zijn er diverse optredens van bekende en minder bekende Helmonders en artiesten die in het dialect het programma vullen. Entree €7,50. Fotografieclub Helmond Oost bestaat 1 jaar. Dit eerste jaar wordt afgesloten met een foto-expositie in het Jan Visser Museum op zaterdag 19 en zondag 20 maart van 10:30 tot 16:30. De toegang is gratis. Op 18, 19 en 20 maart vindt er op het industrieterrein Helmond de 50PLUS Lifestyle en Consumentenbeurs Helmond Peelland plaats. Een beurs voor de actieve 50-plusser en consument. Alles komt aan bod: verzorging, gezondheid, sport en reizen. De foyer van Theater Speelhuis wordt op zondag 20 maart veranderd in een creatieve prentenboekenstad. Vol bekende figuren uit de vele prachtige prentenboeken die ons land rijk is. Stap letterlijk de verhalen binnen. Bezoek de huizen, de winkel, de school, de boerderij en het bos. Het Prentenboekenfestival kent een ochtend- en een middagprogramma. De ochtend is voor peuters, de middag voor kleuters. Kijk voor meer informatie op www.theaterspeelhuis.nl. Toneelgroep Maskerade brengt vanaf 11 tot en met 20 maart een nieuwe voorstelling in het Anna Theater, De Zere Neus van Bergerac. Maskerade heeft het wereldberoemde verhaal van Cyrano de Bergerac omgebouwd tot een bruisende, ontroerende, maar vooral hilarische familierevue. Voor reserveringen en verdere informatie www.maskeradehelmond.nl. Dit was weer Alles over Helmond. Wilt u op de hoogte gehouden worden van dagelijks nieuws en evenementen? Voeg ons dan toe op Facebook. Alles over Helmond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.